Kort na de wedstrijd DVS tegen Stedoco. Eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen 0-0. Peter, we zijn weer begonnen. Kijk je terug op de eerste 90? Ja, lekker. Ook wel weer benieuwd. Want als trainer is het altijd wel weer lekker voor die groep ook dat je voor het echt speelt. Anderzijds, ik denk dat alle trainers dat willen hebben. Had je misschien nog een weekje willen hebben. Maar ja, prima zo. Ja. Nou, en geen doelpunten, 0-0. Het had echt twee kanten op kunnen vallen, ook in de slotfase. Ik denk wel de betere van het spel. Hoe kijk jij er tegen? Ja, zeker de eerste helft, denk ik. Ook uiteindelijk wel de beste kansen, denk ik. We hebben er niet, misschien wel de eerste helft wat betere kansen gehad. Of kansen op kansen. Maar ik denk dat we allemaal wel kunnen leven met een gelijkspel. Ja. Sterke tegenstander gelijk. Breng je ook nog een hoop fysiek in de slotfase. Daar had het even lastig mee. Ja, nee, zeker. Die grote jongen die voorin erbij kwam, die legde nog eentje klaar. Ja, dat is een kwaliteit. Ik moet zeggen, met Tim, Sam en Tari kunnen we dat wel aan. Maar ja, er zit gewoon 20 centimeter boven onze verdedigers. Dus ja, daar maken ze één keer geweldig gebruik van. Maar over het algemeen, ik denk dat we redelijk comfortabel waren aan de bal. Het was zwaar weer, hè, want je zag bij hun ook dat ze niet echt heel explosief druk op ons konden zetten. Dat hadden wij in de laatste helft van de eerste helft hadden we er ook last van. Toen werden we een klein beetje teruggedrukt. Nou, op zich is dat helemaal niet erg, maar dan moet je wel zorgen dat je volle bak druk zet daar waar je druk wil hebben, rond de 16 meter. Ik moet zeggen, dat hadden we niet helemaal voor elkaar. Maar ik denk over het algemeen dat we tevreden mogen zijn in de uitvoering ook met name. En in het resultaat, ja, wat ik al zei, ik denk dat iedereen daar wel vrede mee kan hebben. Ja. Aantal nieuwe gezichten voor het publiek vandaag. Sam de Wit, heel soeverein denk ik. Hè? Maar ook Franco Olijven nieuw. Hoe kijk jij naar de nieuwe jongens die erbij zijn gekomen? Nou ja, prettig. Ik denk dat ze allemaal wel iets toevoegen aan deze selectie. En uiteindelijk wil je eigenlijk, en dat zal elke TC willen, de jongens die erbij komen zeggen, die moeten iets toe gaan voegen aan die selectie. Die moeten het niveau van die selectie omhoog brengen. Tot op heden, wat ik ook twee weken geleden heb gezegd, tot op heden gewoon hartstikke tevreden over. We zitten natuurlijk met smart te wachten op een Tarik die fit gaat worden. Hij heeft er nu dan uiteindelijk weer een half uur gespeeld. Nicky die weer fit wordt. Nessim die er weer bij komt, natuurlijk de hele tijd op vakantie, die moet weer vetzet fit worden. Ja, en dan wordt het leuk. We hebben nog een nieuwe speler erbij. Die toch ook bijna 6 maanden geen wedstrijden heeft gespeeld. Geen groepstrainingen. Die is donderdag aangehaakt. Dus we hebben, dat zei ik ook. Hè. Misschien hadden we nog een week of 2 weken nodig gehad. Maar ja, anderzijds, daarvoor heb je ook een grote selectie. Geeft ook weer kansen. Ik bedoel, uiteindelijk spelen we met Maat aan de buitenkant en Erm. Ja, dat had je vooraf eigenlijk niet kunnen bedenken. Maar nood breekt wetten. En elk nadeel heeft zijn voordeel. Kijk wat daaruit voortkomt. Maat wisten we natuurlijk. Dat kon vorig jaar ook tegen Stappos daar gespeeld. En die kan eigenlijk overal wel spelen. Is multifunctioneel. Maar Erren vonden we en vinden we een hele goede speler. Maar afgelopen 2 jaar gewoon veel geblesseerd geweest. Ja, en blijkt toch wel een uitkomst daar. Ja, hij kwam een aantal keer verrassend door. Eerste helft. Vorige week deden we dat ook al. We hebben een aantal mooie reeks wedstrijden. Sparta en Nijkerk de komende week. En dan Sportlust volgens mij. Dovo, VVG. Mooi rijtje. Ja, maar ik denk in welke volgorde wil ik u voor. Dat zijn allemaal mooie wedstrijden, denk ik. Hoewel Sparta en Nijkerk volgende week is natuurlijk wel een mooi affiche. Dus we gaan het zien. Dus stap voor stap. Lijkt me een goed idee. En leuk dat we weer begonnen zijn. Zeker. En een fijn weekend. Bedankt voor het interview. Fijn weekend. Doei.